Het is misschien wel de mooiste tijd uit je leven, de studententijd, van een jonge en iets wat naïeve scholier naar een hardwerkende en studerende intellectueel. Je leert, ontdekt, zuipt, tongt en ontmoet vrienden voor het leven. En dat allemaal in de mooiste stad van Nederland, namelijk Amsterdam. Welkom bij de Intraweek 2015. We zijn nu op de Nieuwmarkt en de Intraweek is net begonnen. En ja, ik heb een hele leuke groep en ik heb er heel veel zin in. Nou, vanochtend opstond, was je niet enorm gespannen? Want het is natuurlijk allemaal heel nieuw, je weet niet wat er gaat gebeuren. Klopt. Hele andere stad, voor mij al helemaal. Ik kom uit Zoetermeer. Maar ik had er op zich wel zin in. Een beetje nieuwe mensen ontmoeten. En hoorde goede verhalen van voorgaande jaren, dus ik had er wel zin in. Hoe is je groep? Ik ben ze nu even kwijt, maar ze waren wel leuk. En net een rondleiding gehad door de faculteit. En was ook allemaal gezellig, met een ander groepje. Wat denk je dat het mooiste evenement gaat worden van de Intraweek? Meestal is de woensdagavond dat feest. Ik ben even vergeten hoe het heet. Plankgas, dacht ik? Gas, ja, dat is best wel tof. En vrijdag is meestal wel leuk als je naar de Melkweg gaat of zo, is wel tof. Dus dat wordt wel leuk. Welk spel kijk je het meeste uit? Ik heb me eigenlijk niet zo verdiept in de rest van de spellen, dus dat gaat hem niet worden. Waar kijk ik meest naar uit? Ik weet niet. Ik vind het sowieso wel leuk dat we allemaal naar achter gaan en naar die musea en zo. Maar ook voor die stapavond dat we dan naar het Rembrandtplein gaan en zo. Lijkt me. Ik vind het wel een heel leuk programma. Dus ik hoop niet dat ik te grote kater heb dat ik het ochtenddeel mis. We elkaar al vandaag ontmoet. In hetzelfde groepje. Ja. Heb je een tattoo? Zo ja, waar? Saai. Nou ja, saai. Nee, ik heb er wel eens aan gedacht om een hele sleeve te laten tatoeëren. Want ik hoef niet één tattoo, want dat vind ik niet heel erg gaaf. Maar ik weet niet, zo'n hele sleeve om mijn arm is ook wel weer gelijk veel. Dus dat was een beetje waarom ik geen tattoo heb. Stel je bent in de loterij, wat doe je dan? Shoppen. Alleen maar shoppen, de eerste dag. Shoppen en op vakantie. Lekker. Het is nog moeilijk om iets over je groep te zeggen, maar wie is nou denk je de grootste boef tijdens deze intraweek? Of gaat de grootste boef worden? Ja, ik natuurlijk. Ja, dat is het. Leg eens uit waarom dan? Ja, een beetje lekker gek doen, veel bier drinken, gewoon een gezellig feestje maken. Je moet allebei zo snel mogelijk de bananen erop plakken. En wie volgens mij heeft gewonnen, wie ze alle vier erop heeft geplakt. En ook nog de hoogste volgens mij. Nou, er is één ding waar je heel erg op moet letten, wat heel belangrijk is. Vooral rustig blijven in zo'n tuigje, want je wil natuurlijk heel snel wil je die banaan hoog opplakken. Niet in paniek raken. Ook heel veel op de planning tijdens deze intraweek. Waar kijk je het meest naar uit? Ik denk wel of de barbecue woensdag, lekker eten, of het eindfeest in Paradiso vrijdag. En elke avond een beetje zuipen natuurlijk, hartstikke leuk. En dan een brutale vraag, maar hoeveel vrouwen denk jij in je bed te krijgen? Ik zit in een slaapzaal, ik ben er nog niet geweest, dus ik weet nog niet of ik een beetje een mooi bed heb. Maar ik weet niet. Prognose? 2, ik zeg maar wat. Dat zou mooi zijn. Ja toch, ja. Maar we zijn nu echt begonnen. Begonnen aan die Intraweek in Amsterdam. We zijn hier bij Aangenaam Intree op de Nieuwmarkt. En we zijn los jongens.